Goedenavond. Deze week wordt hij herbegraven op de plek van zijn keuze in Italië. Pim Fortuyn. Naar aanleiding van die gebeurtenis zijn we letterlijk overstelpt met verzoeken om onze beide ontmoetingen met Fortuyn opnieuw uit te zenden. Van de twee gesprekken thuis in Rotterdam en een week voor zijn dood in Fortuyns buitenhuis in Italië, van die twee gesprekken maakten we een nieuwe montage. En we voegen er veel nog niet eerder uitgezonden materiaal aan toe. Als eerbetoon aan de man die zo ontzaglijk veel teweeg heeft gebracht, maar die helaas de uitkomst van al zijn inspanningen niet op deze aarde heeft mogen meebeleven. Pim Fortuyn. Ik heb zoveel in mijn leven al gekregen dat ik een verwend kreng zou zijn als ik zou zeggen dat is tekort geweest. Zo is het. En dat bedoel ik niet alleen materieel, maar vooral ook aan liefde, aan aandacht. Het zou een schande zijn als ik zou zeggen dat ik niet tot nu toe een mooi leven heb gehad. We zijn voor de tweede keer in Italië. Wie hier rondloopt, beseft waarom Pim Fortuyn zo verknocht was in dit gebied dat hij er begraven wilde worden. We bevinden ons een uurtje ten noordwesten van Venetië, in de buurt van de Italiaanse grens met Oostenrijk en met voormalig Joegoslavië. Provezzano, een dorp zoals je dat in deze streek verwacht. Schilderachtig, loom. Hier verloopt het leven traag. Begrijpelijk dat Fortuyn hier op adem kon komen. Boezemvriend Bruno vertelt over de vele Nederlanders die ook hier lang zijn geweest om Pim Fortuyn bij zijn buitenhuis een laatste eer te bewijzen. Het lag hier helemaal vol bloemen. Tot allerwege het poortje, zeker. We hebben het kort geleden hebben we hem weggehaald vanwege de weeromstandigheden. Er waren ontzettend veel bloemen. Nu de mensen beginnen kaarsjes neer te leggen. Het is dagelijks werk. Het opvallende aan die brieven en kaarten is dat ze allemaal voorzien zijn van naam en adres. Praktisch niet één dankbetuiging is anoniem. De kerk, vlak naast het tweede huis van Fortuyn. Vanwege de bijzondere muurschilderingen de enige toeristische trekpleister van het dorp. Aanstaande zaterdag wordt hier de dienst gehouden. Conform de uitdrukkelijke wens van de familie, geregistreerd door niet meer dan één televisiecamera. Dit is de kerk waar de kerkdienst voor Pim gehouden wordt. Hier kwam hij regelmatig, nam een kaarsje, stak hem aan, ging hij daar zitten. En dan bleef het 10 minuten, een kwartiertje, bleef hij daar gewoon bidden. ...500 meter verderop, de begraafplaats van Provezzano. Naar goed Italiaans gebruik is elk graf hier voorzien van een foto. Ook voor Fortuyns graf is dan een foto uitgekozen. Hier wordt hard gewerkt aan het immense graf van Fortuyn. Beter gezegd aan zijn grafmonument. Simon, is er eigenlijk sinds de 6e mei voldoende met jullie belangen rekening gehouden? Oh, een hele directe vraag wat je nu doet. Denk het niet. Weinig. In welk opzicht? Binnen familieverband besteden we wel aandacht aan elkaar. Maar buitenaf, naast de persaandacht, is er weinig aandacht van andere partijen. Ja. Is het een moeilijke periode nog steeds? Of zeg je nou, het wordt wel met de dag makkelijker om het te verwerken? Het is niet verwerkt. We zijn nu volop bezig met de herbegrafenis. Dus je zit feitelijk nog steeds in het organiserende deel van na de dood van Pim. En voor onszelf en voor mijzelf zeker stuur ik aan op 20 juli. En aansluit het mijn vakantie en dan hoop ik inderdaad een stuk rustig te kunnen vinden. Ja. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Je hebt al eens eerder op televisie gezegd dat wat die rechtsgang betreft op dit moment jullie eigenlijk ook weinig geïnformeerd worden. Ja, weinig, helemaal niet. Alles wat we weten, dat is gewoon uit de pers vandaan. We hebben een gesprek gehad met de OM met heel veel vragen waar geen antwoorden op gegeven zijn. Belang van het onderzoek, belang van straks het proces zelf. En ja, dat is heel vervelend, heel storend. Het zou op zijn minst zo kunnen zijn dat bepaalde informatie die blijkbaar wel verstrekt wordt, dat je dat even vooraf weet en niet vanuit de pers moet vernemen. Ja. Ja. Maar wat zijn jullie met z'n drieën ontzaglijk verschillend? Nee, dat is niet waar. Vind je niet? Nee. Gisteravond met
Sim zitten praten. Daar heb ik gezegd, nou, als ze Pim, Marten, Simon op elkaar leggen, de koppen en de inhoud ervan, dan kan je zeggen 80% is overeenkomstig en 20% is verschillend. Ja, maar we hadden Simon nooit gezien. Ik zie hem daar in die kerk achter het ding komen en denk, is dat zijn broer? Wie is dat, zeg? Dat kan zijn broer haast niet zijn. En niet alleen uiterlijk, maar ook de hele manier van praten. Hè? Los van alle intellectuele dingen die Pim natuurlijk toch ook bij zich had. Ja. Hè? Veel meer down to earth. Ik vind het wel degelijk een fundamenteel verschil, hoor. Nou, als je die invalshoek pakt, heb je daar wel gelijk in. Ja. Maar aan de andere kant, we hebben natuurlijk heel veel karaktertrekken die wel overeen komen. Ja, dat mag ik aannemen. Maar in eerste aanleg denk je, nou, bij jou kan ik het me nog wel voorstellen. Maar Simon kwam volgens mij gewoon uit een andere familie. Nou, ik ben de jongste van zes, dus ja. Je weet het maar niet. Hij is het meeste misvormd. Uiteindelijk. Het is wel de periode van de jaren 50, 60. Ja, daar praat je wel over. Fortuinshuis in Rotterdam. Samen met Pim's jongste broer Simon en zijn oudste broer Marten kijken we nog eens terug op onze eerste uitgebreide ontmoeting die we hier hadden met Pim Fortuyn. Want de algemene opinie was dat de man van toen nog leefbaar Nederland zich hier voor het eerst van een onbekende kant liet zien. Tijdens de reportage ziet u op een aantal momenten de reactie van Simon en Marten Fortuyn. Dag meneer Nier. Meneer Fortuyn. Nou, dat is me wat, hè, door die politiek. Cameraploegen in huis. Dat hoort er allemaal bij tegenwoordig, hè? Ja. Je moet veel van jezelf prijsgeven. Human interest. Nou, dat valt wel mee, hoor. Ja? Want mijn privé zit tussen mijn oren. Wat zit daar nog dan, wat we niet weten, tussen die oren? Ja, dat zou ik wel willen weten. Dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar dat heeft te maken met emoties en beweegredenen. En ja, die geef je niet allemaal prijs. Nee, maar beweegredenen moeten we uiteindelijk wel weten. Iemand die de politiek ingaat, moeten we tenminste weten. Zolang het over politieke vraagstukken gaat, is dat terecht. Maar zo gauw het gaat over of ik u aardig vind of niet, of dat ik van iemand hou, ja, dan is het mijn beslissing of ik dat zeg ja of nee. Ja, maar toch zijn persoonlijke beweegredenen wel heel belangrijk om te weten. Dat soort achtergronden. Kijk, Wim Kok heeft naar school en van school altijd tegen de wind in moeten fietsen. En dan begrijp je ook meteen wie die is. Zo'n klein detail, daar kan je iemand heel duidelijk qua beeld aan ophangen. Dat is waar. Ik heb ook tegen de wind in. Want dat in Holland fiets je altijd tegen de wind in. U fiets volgens mij alleen nog maar tegen de wind in. Ja. En toen ik op de middelbare school zat, want ik moest naar een katholieke school. Wij hadden een gymnasium op het dorp. Maar ja, dat was protestant, dus dat kon niet. Moesten we ook drie kwartier heen, drie kwartier terug. Door weer en wind. Met IJssel. Ik weet nog dat ik een keer heel hard fietste. En iedereen was zo langzaam bezig. Wat is dit dan toch? En vlak bij school had ik in de gaten dat de weg spekglad was. En ja, toen lag ik natuurlijk ook meteen lang uit. Ja. En wat leren we uit dat verhaal? Niks. Gewoon dat ik een Hollands jongetje ben met een goede opvoeding. Ik had een hele lieve, maar harde moeder. Hè. Dus als je griep had, dan zei ze, ga maar naar school, gaat het snelste over. En als je dan toch thuis bleef, dan werd je in bed gestopt. En dan mocht er ook niemand op bezoek komen, want jij was ziek. Nou, dan was het na een dag ook over. Ja. Die moeder heeft de grote politieke hype, of misschien wel het succes, straks niet meer mogen meemaken. Nee, maar dan ben ik ook heel. Zij heeft me ook heel lang tegengehouden. Zij wilde dat absoluut niet. Ze is ontzettend bang dat met al die publiciteit, en met name ook dat boek over de islam, heeft haar dan in haar gevoel, zeg maar, daarin gelijk gegeven. Ze was ontzettend bang dat mij iets zou gebeuren. En ik was toch wel haar lievelingskind. Dat moet niet zeggen, ze had zes en ze hield van allemaal even veel. Ja, nee, maar ze hield ook wel een beetje extra van u dus. Ja, ja. Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb veel van haar karakter. Dus dat is dan ook logisch dat je het erg goed met elkaar kunt vinden. En wat heeft u van haar karakter? Ook dat een beetje harde. Dus niet liefdeloos, maar wel van niet zeuren. Hè. Zoals hier in Rotterdam zeggen, niet lullen, maar poetsen. Ja. En dat had zij van, je mocht wel zeuren, maar het mocht 5 minuten duren en daarna moest je weer aan de slag. Maar er is toch ook geen moeder die voor haar kind een politiek leven wenst, hè? En helemaal niet zoals u in elkaar zit. De stoten boven en onder de gordel gaan elkaar natuurlijk toch weer in hoog tempo opvolgen. Nou, daar kon ze zich dus toen die aanval van Marcel van Dam op naar. Nou, mijn moeder heeft voor de televisie zo'n beetje de pantoffels op zitten vreten. Ja, vindt u het gek? Nee, maar wat ook heel leuk was, want ik heb een adertje op mijn kop. En als ik driftig in mijn driftkop,
Dan zwelt, waar zit het? Dat zit hier, maar okay. Nu ben ik niet driftig. Nee. En dan zwelt dan op. En ze zag dat gebeuren en zei tegen mijn vader: straks pakt hij hem, straks pakt hij hem. Ze was dus doodblij dat ik hem niet aan zijn revers over dat hekje heen. Dus als de ader gaat zwellen, kan het ook tot fysieke actie leiden? Vroeger, hè, en ja. Je bent wat ouder geworden, dus je hebt je leren beheerd, maar toch niet altijd. In mijn relaties heb ik wel gemapt, ja. Ja? Je bent wel een mapper af en toe. Ja, als je het bloed onder mijn nagels weghoudt. Maar dat gebeurt nu heel vaak. Dus ik kan me zo'n moeder zo goed voorstellen. Ik denk, waar begin je aan? Je schrijft columns, je staat mooi aan de zijlijn en nu ga je totaal de kwetsbaarheid in. Ja, maar dit is een opdracht. Ieder mens heeft een opdracht in zijn leven. En ik denk dat dit de mijne is. En mijn moeder was ontzettend ze was net als ik een fan van John Kennedy. En die moord op die man, dat vond ze verschrikkelijk. Maar ze had altijd het gevoel, ja, dat gebeurt hem ook nog eens een keer. Dat is natuurlijk overdreven, want daar is Nederland het land helemaal niet naar. Maar dat was het gevoel. En het is niet voor niks, ze is 1,5 jaar geleden overleden, dat ik me nu vrij voel om het te doen. Ja. Maar op de sterfbed probeerde ze me nog te binden dat ik het niet zou doen. En toen heb ik ontzettend gelachen. Ik zeg, moeder, je gaat straks weg. En dan ben je er nog wel, maar op een andere manier. En dan ben ik de baas. En toen moest ze ontzettend lachen. Had toch maar geluisterd, hè? Ja. Zulke extreme ideeën heb ik helemaal niet. Als je wil zorgen dat de wachtlijsten verdwijnen, is dat een extreem idee? Nee, goed, als je wil zorgen dat kinderen fatsoenlijk onderwijs krijgen, want de kwaliteit gaat honderden bolden achteruit, dat is toch een normaal idee, zou ik. Dat men dat in dit land extreem vindt, dat is raar. Goed, maar met alles wat we weten, denk ik, en dat is misschien wat u zelf nog niet eens bedacht heeft, het is ook een schreeuw om aandacht voor uzelf, volgens mij. Ach, welk mens wil geen aandacht? En u roept hard. Nou, misschien is dat zo. Er is op zich niks mis mee. Nee, ik kan er ook niks op antwoorden. Ik denk dat u daar gelijk in hebt. Want ik denk als u een heel gelukkig leven bijvoorbeeld hier zou hebben, u heeft vaak genoeg gezegd, ik ben eigenlijk niet echt heel erg gelukkig in hoe mijn leven zich ontwikkeld heeft. Dan denk ik dat deze stap nooit aan de orde gekomen was. Dan was er iemand naast u geweest en zei, kom op, lekker Italië, ons appartementje. Ja, maar dan schrijf je ook geen boeken. Nee. Ik zeg altijd maar dit, als je creatieve dingen wil doen, dan... Dankjewel. Dan is een zekere mate van ongedurigheid, en noem het ongeluk. Ja, een zekere mate van ongeluk is bijna nodig, want anders dan sublimeer je niet. Je moet die gevoelens toch op een of andere manier vormgeven. Ja. Nou, dat doe ik dan in een boek, of in een mooie column, of in een hele mooie speech. En ja, ben ik, maar daar krijg je ook heel veel voor terug, vooral als ik een mooie redenvoering heb gehouden. De warmte en de aandacht van de mensen, dat is fantastisch. Maar de stap naar de politiek, met alle kwetsbaarheid die daarbij hoort, is een hele grote. Dus ik denk, dat is wat ik stond te beweren. Dat als er een heel gelukkig leven was en een permanente arm om uw schouder, had u het misschien niet gedaan. Nee, ik denk niet. Nee. Een van de dingen die mij achteraf het meest opgevallen is, natuurlijk makkelijk om achteraf daar heel positief over te doen, maar het was de eerste politicus die zich niet alleen in beeld, maar ook buiten beeld volslagen kwetsbaar wilde tonen. Is dat tekenend voor hem? Ja, het is altijd al zo geweest. Het was al in studententijd. Later ook in zijn carrière, ook met de OV studentenkaart. Wel een vechter, dus wel een knokker. Had een heel duidelijk doel ook met de OV studentenkaart. Maar ja, hij bleef over het algemeen wel zichzelf. Ja, maar kwetsbaar. Ik vond hem zo ontzettend kwetsbaar uiteindelijk. Je had het idee, als je hem bezig zag in politiek debat, van een sterke man. En daarna bij het witte wijntje zat je tegenover heel iemand anders. Ja, maar goed, hij heeft ook vaak genoeg gezegd dat hij eenzaam was. Hij heeft er vaak genoeg over zijn grote liefde gehad. Hij heeft ook vaak genoeg over gehad dat hij, ja, als hij s'avonds thuis kwam, toch alleen zit. Ja, dat geeft toch een bepaalde kwetsbaarheid, geeft dat aan. Het is een heel kwetsbaar, onzeker man geweest. Hij heeft emotioneel heeft hij zijn pieken en zijn dalen gehad. Hij had dagen dat hij echt, kon hij de hoogste berg bestormen, ja. En dan had hij een dag moest hij in zijn bed gaan liggen, want dan zag hij het ook niet helemaal zitten. Dus zo was Pim. Ja, maar goed, dan heb je precies hetzelfde verhaal weer. Kijk, 's nachts of 's avonds was je wel alleen. Wij komen thuis, we bieden gewoon nog een gesprekspartner. Een van de meest frappante uitspraken vond ik ook toen ik daar even over doorvroeg. Zeg, stel nou dat er nu iemand binnenkomt in Rotterdam en een arm om je heen staat en zegt, ik ben het voor je. Had je dat dan ook gedaan? Toen zei hij, nou waarschijnlijk niet.
Hè? Dus het was toch ook een beetje een compensatie. Ik heb toen tegen hem gezegd, volgens mij is het een schreeuw om aandacht ten dele. Ja. En daar was hij, het achteraf wel mee eens. In beeld niet, maar dat was natuurlijk wel. Ik ben het volledig met je eens. Ik denk dat dat een hele goede omschrijving is. Hij had natuurlijk zijn inhoudelijke dingen die hij echt wilde. Maar tegelijkertijd was het voor hemzelf ook wel iets wat hem sterker maakte. Ik ben er heel van overtuigd, en die signalen zijn er ook wel eens een keer geweest, dat Pim zich, naarmate de verkiezingen dichterbij kwamen, naarmate dus zijn grote winst dus zich aftekende, dat hij ook de vraag aan zichzelf gesteld heeft, ga ik hier wel mee door, moet ik er wel mee door? En hij heeft dan niet de vraag gesteld, kan ik het wel? Want die arrogantie, eigenwijsheid had hij ook wel. Hij kan alles en hij doet alles. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij toch hele onzekere momenten gehad heeft. Ja. En gezegd heeft, bij God, wat heb ik gedaan? Dan zijn we toch nog kwijt als minister-president dus. Dat denk ik niet. Want nu niet meer? Nee, ik ben een verantwoordelijke man. Als je A zegt, dan moet je het alfabet afmaken. Wie is letterlijk? Dat is een Indiaanse filosoof. En het is een beeld van Lancelot Samson. Die heeft een vriend van mij. Niet zonder reden zo'n prominente plaats. Ik vind het een prachtig beeld. Ja. Zegt het ook nog meer dan dat het alleen maar prachtig is? Nou, het is een hindoeïst. Je mag het geen godsdienst noemen, maar die levensbeschouwing die zegt me ontzettend veel. Dat is een hele open manier van in de wereld staan. En toch rekening houden met anderen. Dus ja. Het is niet ik en de rest kan stikken. Maar een soort harmonie met je omgeving. Maar harmonie is nou niet het eerste woord waar ik aan denk als ik uw ideeën consumeer. Nee, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat ook in mij niet een streven is naar... Nee, want u praat daar zo warm over. Ja, harmonie lijkt uiteindelijk dan toch nog het einddoel te zijn. En, na alle protest. Nou, ik denk dat dat in elk leven het geval moet zijn. Mijn moeder is in fantastische harmonie gestorven. Daar was ik bij, vond ik heel prettig. We wisten het ook dat ik erbij zou zijn. Hoe sterf je in harmonie? Het was zo prachtig. Ze overleed. En ze zeggen wel eens de hand van de dood. Nou, die was er. Die kwam zo over haar gezicht. En ik zag het gebeuren en ik hield er zo vast. Nou, dan moest de zuster natuurlijk nog even officieel vaststellen dat mijn moeder dood was. Ja. Toen had ze dat gedaan. Dat was een Tsjechische met zo'n Duits accent. En toen zei ze tegen mij, professor, er is een dame gestorven. Nou, dat was echt prachtig. En zo was het ook. Tot aan het laatst toe, de omgeving. Een dame. En zo in harmonie. Nou, dat is het einddoel. Ik ben een gevoelige man. Dus als je aardig tegen mij bent, dan heb je al heel wat. Daar kan ik niet tegenop. En er is nog iets wat me opgevallen is. Hè? Als je u op televisie ziet, ik heb u nog nooit horen zeggen, hé, daar zit wel wat in. Het is altijd, ik heb gelijk. U laat zo ongelooflijk weinig ruimte voor anderen. Nou, dat is dan een slechte eigenschap. Ik laat geen ruimte, want anders is mijn standpunt niet duidelijk genoeg. Ik heb gelijk, punt. Nou, het is vaak zo dat ik me niet erg welkom voel. En ja, dan schiet je toch wat in de verdediging. Maar ik vind het niet goed. Nee, maar wat in de verdediging? Wat in de verdediging vind ik een ander statement, hoor. Nou, oké. Okay. Ja. Voluit in de verdediging. Ja, en vaak aanvallend, hè? Want dan gaat u automatisch wel aanvallen daarna. Ja, maar dat heeft iets te maken, daarom vind ik het dus ook geen goede eigenschap, met de neiging om de dingen te willen controleren, zelf te willen beheersen. Ja. Nou, dan een van de technieken is natuurlijk de aanvallen is de beste verdediging. Wat is het ergste wat u ooit in de media over uzelf bent tegengekomen? Nou, de vergelijking met Duitse oorlogsmisdadigers. Ik ben nu in Trouw net weer vergeleken. Ik heb de humor van meneer, het charme van meneer Himmler, de intelligentie van Adolf Hitler. Dat Marcel van Dam, die me met Eichmann vergeleken heeft, dat kwetst mij zeer, zeer diep. Wat hij dus deed, dat hij zei dat ik een untermensch was. En toen dacht ik, jongen, dit pik ik van jou niet. Ik was een minderwaardig mens. Zoals Pim dus uiteindelijk door de pers en door anderen dus afgeschilderd is, dat is natuurlijk verre van een prettig plaatje. En zo is Pim niet. En ik, we krijgen nu die kans. Ja, om daar nog een stukje aan te werken, dat te verbeteren.
niet het beeld van een heilige te geven, zeer zeker niet. Want Pim had ook zijn rotsteken, zijn minnenpunten. Maar gewoon dat er een man neergezet wordt. Niet zoals men hem de afgelopen 12 maanden gecreëerd heeft, maar gewoon zoals hij was. Ja. Maar die rotsteken vond ik juist zo leuk van hem vaak. Nou, soms waren het hele leuke rotsteken, maar er waren ook hele pijnlijke steken bij. Zoals? Ja? Nou, ik vind dus, ben ik heel helder en duidelijk over wat hij over mevrouw Borst gezegd heeft. Dat vind ik een hele minder opmerking. Ja, dit is ook heel raar, want het was zijn eigen tekst niet eens. Hè? Het was een tekst van Theo van Gogh, die hem dat ingegeven had. Zei hij ook in het interview met ons toen. Ja. En het verbaasde me dat hij dat dan maar zo overnam. Zei hij ook, vond zo'n leuk. Ja, nou, het is een moment van niet nadenken geweest. We hebben het er ook met hem over gehad. Ja? En Simon en ik hebben voor de begrafenis van mijn vader hebben hem daarop aangesproken. En toen had hij toch eigenlijk wel zo'n reactie. Ja, het had beter niet zo gezegd moeten worden. U zegt dan, waar ze mij mee vergeleken hebben, dat is schandelijk. Maar u vergelijkt dan mevrouw Borst met Osama Bin Laden. Daar ben ik ook wel klaar, hoor. Ja, nou ja, ik vond het een ontzettende geestige grap. Verzonnen door Theo van Gogh. U had hem niet zelf verzonnen? Nee. Maar u sprak hem wel met liefde uit. Ja, ja, zeker. Met verven. En dat gaat om het feit dat ik het zo schandelijk vind dat een mevrouw 8 jaar lang wanbeleid kan voeren. 8 jaar lang wachtlijst. Ik sprak laatst iemand die had slokdarmkanker. Die mocht 3 maanden wachten op een operatie en toen nog een keer een maand. Dit heeft gewoon doden ten gevolg gehad. Je kunt dat natuurlijk niet in ieder individueel geval bewijzen, want dat is medisch gezien niet mogelijk. Maar statistisch heeft dit tientallen doden tot gevolg gehad. En niemand die deze mevrouw daarop aanspreekt. En dat verwijt u haar persoonlijk? Absoluut persoonlijk, want het is haar beleid. En de coalitie heeft haar laten zitten, gewoon uit coalitiebelangen. Dus kennelijk is een leven in de politiek minder belangrijk dan het voortbestaan van de coalitie. En dat neem ik ze buitengewoon kwalijk. En met name D66. Wat zegt u? Dat is een conclusie waar je een heel groot vraagteken bij kan zetten. Ik denk het niet. Als jij een beleid voert waar mensen bij sterven en dat gebeurt, dat staat dus vast. Ik zeg al, in de individuele gevallen is dat moeilijk aan te tonen. Maar als je mensen op wachtlijsten laat staan die dringend medische zorg behoeven, gaan er ook mensen dood. Ja. En dit feit wordt niet aan de orde gesteld. En ik vind het een bloody shame. Ja, maar dit wordt altijd weer als populistisch gezien, hè? Als je dit het zegt. Zal, het ja. zal. Als populistisch is helder vertellen waar het op straat, ben ik graag een populist. Demagogisch. Het is niet demagogisch, het zijn de feiten. Ja. En ik kan de feiten ook niet veranderen, zelfs mevrouw Borst niet. Maar dan kom ik toch weer op dat laatste punt terug. Waarom dan die vergelijking met Bin Laden? Dan denk ik, dit is een helder betoog, hou die vergelijking dan binnen. Nee, dat vind ik niet. Omdat u zelf zich ook zo stoort aan Himmler en dat soort dingen. Ja, dat begrijp ik. Maar goed, D66 vergelijkt mijn politieke beweging met stinkende vis. En ik ben een borreltafelprater en een islamofoob. Yes, maar dat is een categorie met gelijke munt terugbetalen. Absoluut, ja. Af en toe moet je dat doen. Is toch de rancune weer? Hè? Absoluut, ik ben Jezus niet. Ja, die keerde de andere wang toe. Nou, dan moet je bij mij niet op rekenen. Reken maar op een skutraket. Ik ben een driftkop. Dat is mijn Achilleshiel. Ja. Als ik driftig word, dan ben ik heel rechtstreeks. Ja. En dan is er niet veel diplomatie. Dan komt de ader, wordt zichtbaar, hè? Ja. Ik heb hem nog niet gezien. Dus ik begin af en toe maar even. Je bent ook zo vreselijk aardig. Fout is dat, hè? Ja. Waar is je beschadigd? Met name via de kranten en dan met name ook de fotografie. Kijk, teksten kan je maken en manipuleren wat je wil. Nou, dat kan je ook heel veel zien. Zaken die worden dan in een korte vorm weergegeven. Maar ik heb foto's gezien van Pim, waarbij de groothoeklenzen gebruikt zijn van onderop genomen. En dan staat hij met zijn mond half open. En dan zie je ongeveer het kwijl ongeveer uit zijn mond vallen. En dan staat hij als een bloedhond. Staat hij daar afgebeeld naar die foto. Dat is een van de foto's die me het meeste zeer doet. Want het is doelbewust een opname maken en dan het vergelijk gaan trekken naar 50 jaar terug. Want het is dan meestal in dat soort artikelen. Terwijl Pim door heel veel mensen, en jezelf zeg je het ook wel, als charmant ervaren wordt. Kwetsbare man, open man. Het is ook fotografisch en ook op de televisie kom je vaak heel erg goed over. En waarvoor dit soort beelden dan presenteren? Nee, nou, gewoon dat beeld in dat puddelboekje van Zandgoed. Waar je dus op een gegeven moment een foto ziet van de vuurder. En dan zie je de hele heldere ogen van Pim erin gemonteerd. Nou, als dat geen beschadiging is, weet ik niet meer hoe deze beschaving in elkaar zit. Als ik dit nou allemaal optel, hè, wat er over u gezegd wordt en hoe u er toch heftig op reageert, denk ik, uw moeder had toch gelijk. Niet doen. Dat moet blijken. Misschien heeft ze gelijk, ja. Het wonderlijke blijft dat die auto, de hondjes, het hele beeld, dat is natuurlijk niet het prototype van iemand waarvan de gemiddelde burger gaat houden. En dat is wel gebeurd.
Mensen hebben Pim geestelijk eigendom gemaakt op hun eigen manier. En het materiële heeft daar totaal geen enkele rol in gespeeld. Dus ook die arme man in de straat met weinig centen kon best velen dat Pim dus een groot huis, jackpot en hondjes had. Het ging om het geestelijke gedeelte van datgene wat ze opgepikt hebben. Maar dat is op zich uitzonderlijk. Ja. Ja. Want doorgaans wordt het onderscheid niet gemaakt. Wordt het beeld gewoon bepaald door, oh, hij zit zo met haar. Nee, ik ben een Guido Benmarelucci. E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene. Ons tweede gesprek vond plaats in Italië. De avond ervoor kwam Fortuin samen met butlerchauffeur Herman en zijn twee hondjes per privévliegtuig naar Provenzano. De raadsvergadering in Rotterdam was uitgelopen. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het nu met de honden eigenlijk? Die worden verzorgd door Herman, hè? Ja. En heeft Herman voldoende aandacht? Van wie? Van ons? Of, ja, van iedereen? Meer dan voldoende en binnen het kader zover hij dat zelf heeft. Ja. Want Herman is ook bezig zijn leven althans op te pakken en opnieuw in te richten. Ja. Ja, zo maar zo moet te waken. Nou. En Bruno was wel iemand, want dit is, hebben we speciaal nog even, hebben we destijds niet uit. Dit is zo'n ontspannen moment weer. He? Het leven ik heb dit in de dag was veel te kort. Kom in Herman. Kom daar. En Herman was niet uit de publiciteit, hè? Die vond het eigenlijk heel moeilijk dat Pim nou hier weer zegt, kom er maar even bij. Hier komt nog een aardig stukje. Voor Ivo doen we alles. Ja, dat vond ik nog wel een mooie zin, die had ik destijds niet uitgevonden. Maar terwijl hij zich bewust is van de camera, is hij hier wel ontzettend zichzelf, vind ik hoor. Maar dat vind ik mede bepaald door degene die het doet. Als jij nou gewoon kijkt naar de interviews die je gegeven heeft. Als de man die hem interviewt ook een grote mate van eruditie heeft, beschaving heeft en alles en meer. Dan is hij volledig zichzelf. Maar hij wilde liever door vrouwen geïnterviewd worden, hoor, zei hij altijd. Hij zei, vrouwen krijgen bij mij veel meer eruit. Maar een aantal mannen waren die hele goede interviews grijpen eigenlijk. Ja. Hoor. Alles was altijd stijlvol, hè, omheen. Ja. Of het nou Rotterdam was, daar lag er nog wel veel stapels werk. Maar dit vond ik weer zo'n frappante inrichting ook. Eigenlijk is de taak, naar mijn stellige overtuiging, nu wel verricht. Nee, dat is niet het waar. Het zou nu een daad van grote chic zijn om te zeggen, nou, het is wel goed zo, ik val niemand er meer mee lastig. Nee, als ik dat als mijn taak zou zien, dit is een voorbereiding. Het wil niet zeggen, misschien moet iemand anders het doen. Dat zou u nog gelijk in kunnen hebben. Maar die verandering, die moet. Dat geloof ik zonder meer. Ik denk dus van, ja, ik ben het begonnen. Ja, maar voor die verandering heeft u bondgenoten van hetzelfde niveau nodig. En die zijn er volgens mij ternauwernood. Ja, we hebben ook een viertal hele goede artsen. Ik heb een clubje dat het minderhedenbeleid gaat doen. Een Surinaamse, een vrouw uit Marokko, een man uit Kaapverdië. Allemaal goed opgeleid. Ja. Dat zijn hele frisse, jonge mensen. Maar u heeft gelijk. Kijk, we hebben in een maand tijd een lijst op moeten stellen. Ja, en daar zitten hele goede mensen tussen, maar ook minder goede. Extreem rechts staat overigens niet op de lijst, hoor. Kijk, al die mensen op die lijst, die weten sowieso al dat ze niet in een regering komen. Zelfs in staatssecretaris. U bent altijd helder en eerlijk. Ja. U denkt ook niet, jongens, jezus, wat heb ik een lekker topteam achter me staan. Daar ben ik van overtuigd. Ja, voor een deel wel. Ja, maar voor een deel ook niet. Nee, weet je, als ik zeg maar op die hele lijst, denk ik, nou, zo'n 20 mensen, die vind ik echt goed. Dus ze mogen nooit meer dan 20 zetels worden, begrijp ik? Dat wil ik helemaal niet zeggen, want dan moet u maar eens gaan kijken wat er bij de Partij van de Arbeid dan allemaal op de lijst staat. Dan speel ik de bal even terug. Ja, maar dan speel ik de bal ook weer terug, want ik, in het informele circuit heb ik ook wel eens horen klagen over dat niveau. Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Dus
voor alle partijen geldt van ja, moet het hebben van een klein team. Dat is gewoon zo. En als u meer tijd had gehad, hadden er betere mensen opgestaan? Nou, dat durf ik niet eens met kracht te zeggen. Omdat een van de grote problemen is dat mensen die met leuke dingen bezig zijn, die hebben er vaak geen zin aan. Nou, er zitten een aantal echt hele goede tussen, zou je nog wel merken. Maar ook brandhout. Ja. Ik kon niks screenen. De twee hondjes. Iedere vorm van satire over zijn lievelingen schoot Fortuyn zwaar in het verkeerde keelgat. Als ze me dus uit de politiek willen hebben, moeten ze dat dus doen. Hè? Dat heb ik ook wel in kleine kring gezegd. Als die hondjes vermoord worden, is het klaar. Ja, zo belangrijk waren die honden voor hem. Ja, maar van alles. Ja, dat heel belangrijk voor, omdat ze dus aanhankelijk zijn, liefde tonen. Het zijn geen dominante honden. Dus het past ook een beetje bij zijn eigen sfeer. Maar het is zeer bazaal dit, hè? Ja, om te zeggen, dat is het ook. Daar haal ik al een deel van mijn liefdesbehoefte vandaan. Ja. Nou, dan de kerk waarin straks ook de dienst zal plaatsvinden. Ja. Heel verrekt, dat heb ik allemaal niet gezien, joh. Nou, je bent erin geweest, ik wel. Nee. 120 mensen kunnen erin. Het is ook niet, er zijn de meeste stukken die je nu ziet, zijn ook niet uitgezonden. Ja, dat is heel leuk. Want daar zaten we opeens heel ontspannen. Ik riep ook je tegen hem tot mijn verbazing daar opeens. Terwijl we dat buitenbeeld natuurlijk wel deden. Oh, dus dit is jouw kerk hier? Ja, dat is uw kerk. Ja. Mooi. Ik kom nog even tot bezinning, denk ik, hè? Heel mooi. Dat was vroeger ook allemaal overgeschilderd. En dat hebben ze gerestaureerd. Het is allemaal door iedereen naar het dorp is daarbij gedragen. De kerk betekent nog wel iets in uw leven? Ja, eens katholiek, altijd katholiek. Ja. Ja, tot mijn 18e was het heel belangrijk. De opvoeding, middelbare school, paters. Ja, en ondanks wat de paus over homoseksualiteit zegt. Ja, maar dat is het leuke van de katholieke kerk. Als je er maar niet over praat, is het goed. Ja, daar zijn we overal gauw klaar mee. Ja, ik heb een heel mooi. Ik heb mijn boek waar ik het meest aan gehecht ben. En dat gaat over normen en waarden. Natuurlijk ook over christendom. Dat is belangrijk. Fundament van onze cultuur. Dat is opnieuw uitgegeven door mijn uitgever. Dat wil ik je graag aanbieden. Mag dat? De verweesde samenleving. Ik denk dat is een mooie omgeving. Is het een commerciële actie in de kerk? Of is het een morele actie? Nee. Dit boek zal helemaal niet zo lopen als 8 jaar puinhoop of een paars. Dat hoeft ook helemaal niet. Het is gewoon voor mensen die nou eens willen weten van wat is nou meer zo'n filosofische manier van kijken en staan in het leven. Nou, die dat willen weten, dat is altijd maar een klein deel. Die kunnen dat nu opnieuw inkijken. Het is hetzelfde boek wat net op tafel lag daar, hè? Ja. Okay. Ja. Laten we nog even rustig nadenken over het leven hier. Dan begin ik vast hierin. Hij heeft er nog een mooie opdracht ingeschreven. Die zal ik ook in beeld laten zien. Dat is leuk. Hij zegt, dat boek, dat heb ik eigenlijk vooral gemaakt dat mensen ook een beetje weten mijn filosofische kijk op het leven. Ja. Weet je hoe die kijk precies in elkaar zat? Je hebt het boek wel gelezen, neem ik aan, of niet? Nee. Oh. Nee. Moest het kopen, dus ik heb het niet gekocht. Nee, maar ik denk dat vanuit de grondvesten van zijn geloof en laat ik zeggen de waarde van de 60 en 70 jaren, 60 jaren, laat dat maar nemen. Die combinatie, dat is bepalend voor zijn kijk op het leven. Ja. Ja, maar goed, dat schrijft hij ook in zijn boek. Ik heb het dus wel gelezen, maar het gaat heel veel over normen en waarden. Ja. En de menselijke maat. Ja. Dat is natuurlijk, waar haal je liefde vandaan, hoe hij het ook zegt. Ja. Is toch uit het dorpse leven met toch een moderne kijk naar de toekomst toe. Ja, want dat was eigenlijk zijn filosofie. Ja. Dorpsleven was er in Provenzano. Het verrukkelijke pleintje met Bar da Eddy. Als Fortuyn in Provenzano was, ging er geen dag voorbij of hij was hier te vinden. En dan even bij Eddy toch weer een wit wijntje, want dat vond hij wel heel belangrijk, hoor. Dan was het werk gedaan, dan moest het toch eventjes het leven doorgenomen worden. Maar dat is typisch een familiestijl, hoor. Dus het wijntje en dat soort dingen meer. Kijk, die hondjes. In principe zijn we Bourgondiërs. Per il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza
davanti al golfo di Sorrento. Nog even terug naar die moeder, die nog steeds een belangrijke rol speelt. Ik zag beneden ook een prachtige trouwfoto staan. Ik neem aan dat zij dat is. Ja. Die heeft gezegd, ja, hij moet die politiek niet in die pim, want ik ben bang dat hem iets zou gebeuren. Ze krijgt wel deels gelijk, hè? Want ik heb u bij Knevel horen zeggen, als ik geweten had wat mij allemaal boven het hoofd hing, had ik het nooit gedurfd. Dat klopt ook. Maar ze krijgt in zoverre geen gelijk. Ik heb het gedaan. En ik, zij vond dat u het niet had moeten doen. Ja, maar goed, ja, het is mijn leven. Ja, en dat heb ik haar ook duidelijk gemaakt. Ja, maar haar verstand gaat dus wel over haar graf heen nu. Want ze heeft het wel goed gezien. Sinds de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben, is er de taart geweest. Ja. Heeft u zich bijzonder aangetrokken, volgens mij? Ja, ik vond het heel naar. Dat is, weet je wat dat raar is? Van, als je dat op televisie als kijker ziet, dan moet je er eigenlijk wel om lachen. Van, er is natuurlijk niks leuker dan een, dan een autoriteit die baf zo'n... Maar als je het jezelf gebeurt, het is zo'n daad van agressie. Ik keek ook in zo'n van haat vertrokken gezicht. Iemand die je niet kent. Ik vraag haar nog, wat heb ik u gedaan? Natuurlijk een stomme vraag. Maar zo verbouwereerd was ik dat dat gebeurde. En daar heb je dagen last van. Dat is echt waar. Het is, ik had nooit gedacht dat het zoveel met je zou doen. En dan refereert u vaak aan de dreigbrieven, waarvan u nooit iets over de inhoud kwijt wil. Maar die zijn er dus blijkbaar wel. Ja. En gelukkig, maar ik ben een optimistisch mens. Van nu die discussie wat gewoner is geworden, merk je toch ook dat dat soort dingen nu afneemt. Er is iets aan de hand in heel West-Europa van mensen zijn die gevestigde politiek zat. En dat is net in Frankrijk ook weer duidelijk gemaakt. Moet je je nou voorstellen, meneer Chirac, dat is een oplichter die man heeft. Supermanteur wordt hij al genoemd. Ja, vreselijk. En die moet nu de waarden van de republiek gaan verdedigen. Denk ik. Ja, dat is zoiets als dat je de slager vraagt om de koe niet te slachten. Dat is heel waar. Die moet dan de waarden van de republiek gaan verdedigen. Ik heb wel een sterkere vergelijking horen maken, maar goed. Ja, nou ja, hij moest snel deze keer. Het is misschien straks een collega, dus daar moet ik wel even mee uitkijken. Meneer Nieuwen. Ja, u houdt moet wel op het Élysée ontvangen. En u houdt van ham, heb ik ook gezegd. Maar goed, dus vandaar. Tegenover een burgerman, hè, want een klein burgerlijke man, dat is die Le Pen. Nou ja, als dat dan de keuze moet zijn, dat is toch verschrikkelijk. Dat geeft heel veel weer over hoezeer de politiek een ongereden is geraakt. Daar ben ik het mee eens, maar om dit af te ronden. U zit tot op heden hoofdzakelijk in de verantwoordingscultuur met uzelf. He, als je in Rotterdam ook ziet, dat beeld zou ik nooit meer vergeten. Die man zegt, ja, we doen nog niks, want we wachten even op meneer Fortuyn. En u ging toen de kamers indelen vervolgens. Maar die verantwoordingscultuur met uzelf houdt u natuurlijk nooit overeind, want er komt straks een fractie. Ja. Dat wordt lastig hoor. Ja, en dan moet ik, als ik in de kamer zit, moet ik daar leiding aan geven. Ja. Maar u zult het nog eens zien, meneer. Maar als ik u was, zou ik er niet optimistisch over zijn. Want u bent volgens mij gaandeweg ook dingen aan het ontdekken waarvan u denkt, het gevecht wordt harder dan ik me had voorgesteld. Absoluut. Ja, maar daar heeft u gelijk in. Ik had dus niet gedacht dat het mij ook zo persoonlijk zou aangrijpen. Maar dat is met al die dingen. Het is voor mij ook allemaal nieuw. Die ervaringen zijn nieuw. En je kunt ze niet vooraf. Je kunt het leven ook niet vooruit leven. Zo simpel is het. Dat schijnt waar te zijn. Ja, dat is zo. Ja. Maar daar staat wel iets tegenover. Want nou zou het veel te negatief worden. Ik vind het ook heel enerverend hoor. Ook spannend. Ja. Het is niet altijd leuk. Dat zou flauw zijn om dat te zeggen. Maar never a dull moment. Nee. De afgelopen half jaar. En dat is toch ook leuk. Het kruis heeft een zeer centrale plaats in huis hier. Ja, in Italië. Dat kan toch bijna niet anders. Oh, hier staat die foto. Hier staat die foto die ik net bedoelde. Ja, die prachtige foto. De trouwfoto van mijn ouders. Ja. Dat was in zo'n studio, hè. Daar werd dat opgenomen. En dat was in de jaren 30. Toen waren ze zo arm. Dat mijn moeder heeft een zus, die is een paar jaar ouder. Die was een paar maanden daarvoor getrouwd. En dan hebben ze dus die bruidsjurk weer vermaakt voor haar. En dat vond, mijn moeder was een trotse vrouw. Dat vond ze dus niet leuk. Heeft u überhaupt enige tijd gehad om de recente dood van uw vader te verwerken? Nou, weinig. Maar mijn vader, weet je, met mijn vader is het heel geleidelijk gegaan. Dat is een proces van 2 jaar geweest. En de kwaliteit van zijn leven was de laatste half jaar. Mijn vader was een spreker. Die kon dus niet meer spreken. Nee. Maar nog wel denken. Dus ja, toen dat... Ja, op een gegeven moment, toen die ging, was het ook een soort opluchting. Laten we eens even kort die punten doornemen. Hè, waarom ik denk, was er maar nooit aan begonnen. We hebben er al een paar gehad. De bedreigingen. Ja, dat is niet leuk. Ja.
Maar geen reden om er niet aan te beginnen? Nee, ik zit erin. En, ondanks dat u zei, als ik het geweten had, had ik het niet gedurfd. En dat is waar. Maar ik geloof dat ieder mens heeft een opdracht in het leven. En dit behoort tot mijn opdracht. Twee. Ik beloof te veel. Heeft u net al gezegd? Nee. Ik heb zoveel moeten beloven om dit te bereiken. Maar u zegt, ik heb niet te veel beloofd. Nee, ik ga uit van intelligente kiezers die begrijpen dat dit is geen tweepartijenstelsel. Dus mijn programma, dat is wat ik wil. Maar dat als ik met anderen ga regeren, ja, dan moet ik tot een compromis komen. En dan mag de kiezer over een aantal jaren weer zeggen wat ze vinden dat ik ervan gebakken heb. En als ze vinden dat dat te weinig is, moeten ze me vooral straffen. Goed, derde reden waarom ik denk dat u er nooit aan had moeten beginnen. U heeft te veel momenten van, denk ik, toch relatief groot ongeluk over u heen gekregen. Nou, maar ik moet u zeggen dat ik ook heel veel momenten van voldoening staan er tegenover. En tot nu toe is de balans voor mij het positief. Het valt me mee, eerlijk gezegd. Toch nog? Ja. Ik moet toch helemaal niks van meneer Le Pen. En ik word zo ziek van jullie. Hè? Altijd maar weer in die hoek. Hou er nou eens over op. Een van de redenen waarom we er nooit aan moeten beginnen is dat u tot in lengte van dagen waarschijnlijk de vergelijking zult moeten laten welgevallen met het Vlaamse blok, met Le Pen en met Haider. Ik zou laatst weer kwaad worden toen iemand zei, hier hebben we de Nederlandse Le Pen. Ja, ja, nou, dit is ook schandelijk. Want wat die man over de Holocaust bijvoorbeeld heeft gezegd, dat een aanstellerij was en zo, nou, dat zou ik dus niet voor mijn rekening willen nemen. Die man zegt ook gewoon dat mensen, dus allochtone mensen die misdrijven plegen of anderszins lastig zijn, dat die Frankrijk uitgezet moeten worden. Ja. Nou, dat zijn allemaal taal, dit zullen die mij nooit horen zeggen. Nee. Volgende punt is, het imago bij buitenlanders zal nooit meer beter worden dan het nu is. But to attack another culture as a backward culture does sound like the kind of racism. Why, it is a backward culture. It are the facts. From our point of view, won't you have discrimination of women? Is that backward or is that forward? You mean within Islam? Yes, but I ask it to you. What is it? As there is discrimination of women, and there is discrimination of women in our country on a big scale, in the underclass. We hebben een aantal van die verslagen gezien van de buitenlandse televisie. U heeft al die journalisten laten komen. Vooral dat Channel 4-stuk. We werden er niet vrolijk van. U ook niet, denk ik. Nee, maar de BBC is geweest en die heeft een heel ander verhaal met mij. Die heeft me echt recht gedaan. Dus ja, ach. Kan nog. En het laatste ding is dat allerlei klinische psychologen hebben zich nu over uw geest gebogen. Ja, dat vind ik dus schandelijk. Ja. Van kijk, dat mag je doen bij een historische figuur die er niet meer is. Hè. Dan moet je het doen met de schriftelijke bronnen, met wat je ziet. Ja. Maar ik loop hier rond. En als jij als klinicus, hè, als arts, een oordeel over mij wil hebben, dan zul je met mijzelf moeten praten. En dan mag je dit nooit doen. Het is een aanfluiting voor de medische en psychologische professie dat je dat durft. Want er is een partij conclusies getrokken van heb ik jou daar. Ja, dit is ongeveer geestesziek. Ja. Dit is een narcist, een gestoorde persoonlijkheid enzovoort enzovoort. Nou, het zal. Ja, en een vrouw van de Universiteit van Amsterdam, een klinisch psycholoog, zegt, ik weet voor 100% zeker dat dit avontuur voor Fortuin eindigt met een zware depressie. Ik heb al jaren geen depressies meer. Sinds ik een psychoanalyse ben geweest, nou, dat was in mijn begin dertiger jaren, heb ik geen depressies meer gehad. Nee. Wel eens stemmingen, maar die heeft iedere mens. Die zal toch niet altijd vrolijk zijn? Dat lijkt me toch heel, heel raar. Kijk, je natuurlijk, als je dit soort dingen doet, moet je natuurlijk wel een beetje gek zijn. Ja. Dat is nou, die uitspraak heb ik nou om drie kwartier op zitten wachten. Ja, nee, natuurlijk ben ik ook een beetje gek. Maar en ik ga ook graag met mensen om die dat ook een beetje zijn. Ja. Dat zijn leuke mensen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. U ziet dus eigenlijk geen enkele reden om het niet te doen. Dat is heel duidelijk geworden. Het kan nooit fout gaan. Dat is dus ik geef u nou een heel raar antwoord. Het kan nooit fout gaan, omdat ik weet dat ik dit moest doen. En als ik het niet gedaan had, dan had ik daar de rest van mijn leven vroeging over gehad. Dus als je het in dat perspectief blijft bekijken, dan kun je ook heel veel teleurstelling verwerken. U heeft zo'n forse
deuk geslagen. Ja. Hè, in de traditionele manier van politiek bedrijven. Dat ik denk, dat is al een hele grote verdienste. Ja, wees daar tevreden mee. Maar die blijft toch ook staan. Ik ben zo bang dat die dreunt dat het alleen maar hele kleine klapjes worden door alles wat we net besproken hebben. Nee, want dat kan voor mij gelden. Maar er is iets veel fundamentelers aan de hand in ons soort samenlevingen. En dat stopt niet met mij. Dat heb ik ook steeds gezegd. Ik zeg, ik ben de boodschapper van iets. En dat mag je me dan aanrekenen in positieve en in negatieve zin. Maar ik ben het niet. Het is een ontwikkeling in ons soort samenlevingen. En daar moet iets mee gebeuren. Of ik het nou doe of een ander. Goed. Als je hem op televisie ziet, is dat emotioneel? Want het lijkt wel alsof je het helemaal onder controle hebt allemaal nu, hè? Nou, Simon heeft heel terecht gezegd, we zijn nog niet toegekomen aan verdriet. Zijn hij er vanaf 6 mei tot heden volledig geleefd. Ja? Enig moment dat je een keer verdriet kan hebben, dat is midden in de nacht, als je een keer met je vrouw zit te praten. Probeert bepaalde dingen toch te benoemen. Maar ik denk, het grote verdriet komt pas over een paar jaar. Want Simon zegt, nou, ik pak mijn eigen leven nu op, et cetera. Maar ik denk dat de impact en wat er nog gaat gebeuren de komende maanden, misschien wel jaren, geef je geen kans om dat op een goede manier, althans zo voel ik het, te beleven en te plaatsen. Nou, pijn blijft aanwezig. Ik moet zeggen, als ik televisiebeelden zie of dit ook, ja, ik vind het heel plezierig. Klinkt heel raar. Ja. Maar het is toch, hij is nog steeds zo'n onderdeel van je leven. Ja. Fysiek is hij er niet meer. Maar er zijn zulke prachtige beelden en uitspraken en uitzendingen geweest. Ik kan hem goed velen op televisie. Ik heb er geen moeite mee. Nee. Maar ook 's nachts af en toe wel een traan, of niet? Nou, veel zelfs. Dat is natuurlijk het probleem, wat Mart ook zegt. Je krijgt er de ruimte ook niet voor. Nee. En zeker nu, na 20 juli toe, je zit gewoon weer midden in de organisatie. Geldt voor Rotterdam precies hetzelfde. Natuurlijk, heel veel mensen doen het. Want het ook boven Rotterdam 16 over het idee van Rotterdam Airport. Dus wij doen er eigenlijk niks aan. Maar de eindjes moeten wel aan elkaar geknoopt worden. En ja, je zit nog te veel in die molen van organiseren. Nee, maar ik zou nog één ding willen toevoegen. En dat is toch ook een beetje de filosofie van onze familie. Je kan fysiek dood zijn, maar de persoon in kwestie is niet dood. Ja. Dus die blijft gewoon voortleven. En dat maakt ook dat we hebben het gehad met onze jongste broer. 18 jaar auto-ongeval. Nu ondertussen 33 jaar geleden. Ze bij ons thuis nam, stond er een foto, een speciaal plekje voor Joost. Maar als je dus op een gegeven moment iets zocht, wat je kwijt was, was de gevleugelde deed, kijk maar even bij Joost. Want Joost had gewoon een levende centrale plaats in het huis. In het En ook met, als we thuis feesten, hadden grote feesten, met een 30-jarig huwelijk, 45 van mijn vader en moeder. Er was altijd een bloemstuk van Joost en een zwager van ons. En aan het einde van de rit van die avond of de volgende dag ging Pim vaak met pa en ma naar het graf toe. En dan werden de bloemstukken die de hele dag als een soort symbool aanwezig waren. Ja. Dat ze alsof ze erbij waren. Dus als familie gaan je op een hele bijzondere manier ook met die dood? Nou, ik denk een goede manier. Goede. Ja. Ja. Hij is er nog. Ja. En dat gaat niet meer weg. Ja. Kijk, dit is nu het begin van het graf waar Pim straks zijn laatste rustplaats zal hebben. En het is een beetje moeilijk te kijken, maar de jongens zijn binnen aan het werk. Dit is de bedoeling. Ik zal u de tekening laten zien. Dit is nu waar we nou mee bezig zijn, deze gedeelte. En dat is het gedeelte waar Pim straks komt te rusten. Fortuin wilde bovengronds begraven worden. Destijds is hij bij wijze van proef al in een van die bovengrondse graven gaan liggen. Pim die heeft gelegen in dit graf. Met zijn goede kleren aan heeft hij hier gelegen. En hij zegt, zo hoog wil ik liggen. Dit is een mooi droge plekje. Zo wil ik het hebben. En dan moet jij daarvoor zorgen. We zijn 15 kilometer buiten Provenzano. De gespecialiseerde fabriek waar het grafmonument wordt gemaakt. Met behulp van een computergestuurde freesmachine wordt zijn naam in het marmer geschreven. Jezus,
Hier in deze fabriek wordt op verschillende plekken aan alle onderdelen van het monument gewerkt. De lokale kunstenaar, die samen met een architect verantwoordelijk is, legt uit wat de gedachte achter het ontwerp is. Mio impegno era quello di dare lo stesso una sensazione di un piccolo seppur monumento. Non so se rendo l'idea, che non fosse solo tombale. Allora le esigenze erano quelle di un contenitore per la bara. E questo mi sembra una cosa abbastanza riuscita. Però era anche necessario, a mio avviso, creare una specie, forse non il termine giusto, ma di intimità, di rispetto a questo, rispetto al resto, a fianco, senza chiuderlo però, che restasse all'aria così. E ho pensato a questo muro piuttosto basso, a questi elementi, però in crescita quasi come fosse il grafico della vita, insomma, che però a un certo momento si spezza, cioè potrebbe essere intesa come un significato di un'esistenza che si è interrotta. De symboliek is mooi. Opgaande lijnen die plotseling afgebroken worden. Illustratie van de snelle opkomst van Fortuyn en het plotselinge einde. Laura, dit is het toekomstige graf van Pim. Hier komt hij te liggen. Dit wordt volledig afgezaagd. Er zijn 90 gaten gemaakt die dan volledig uitgaan. En hier zal Pim zijn laatste rustplaats vinden. Dit is nu het bovenste gedeelte van het sarcofaag, waar straks Pim komt te liggen, daaronder. Er zijn nog ruwe werkzaamheden, maar het wordt aan één stuk uitgehaald. U ziet het wel, al die brokken, alles wordt verder afgewerkt in deze manier en dan nog afgemaakt. En dat zijn de woorden. Op het graf, een tekst in het Latijn. Dit daar straks in... aan een van de zijkanten komt. Laten wij waken over de vrijheid van het spreken. In Nederland komt een maquette op begraafplaats Driehuis Westerveld, zodat er ook hier voor iedereen een permanente herinnering blijft. Fortuyn. Een leven waarin het volgens hemzelf hooguit aan één ding ontbroken heeft. De echte grote liefde in een langdurige, bestendige relatie. Wat betreft die grote liefde, ik denk dat het komt, dat me dat gaat lukken. Maar misschien wel vlak voordat ik moet vertrekken van dit ondermaanse. Ja, en als dat dan niet gebeurt, is het op dat punt mislukt. Dat is zo. Ja. Oké, dat is genoeg zo. Weggaan? Waar blijf je me nou? Dat is voor het eindje. Hier word ik verlegen van. Want dat is dan mooi, weet ik even niet meer wat ik moet doen. Nee. Ik heb zoveel in mijn leven al gekregen dat ik een verwend kreng zou zijn als ik zou zeggen dat is te kort geweest. Zo is het. En dat bedoel ik niet alleen materieel, maar vooral ook aan liefde, aan aandacht. Het zou een schande zijn als ik zou zeggen dat ik niet tot nu toe een mooi leven heb gehad. Zoek ook onze